Suriname moet er alles aan doen om hetgeen waarop zij recht heeft ten aanzien van carbonkredietfinanciering te krijgen. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens een persconferentie op het kabinet van de president. Hij stelt dat Suriname haar status als carbon-negatief land moet behouden. Ons beleid is, we gaan alles moeten inzetten om onze rechten waarop als land aanspraak maken. Want wij zijn de zuurstofverschaffer van de wereld, dat de wereld ons ook moet betalen. Daarvoor dat gaan we maximum inzetten om onze gelden ook in de wereld te gaan opeisen voor onze samenleving en om de crisis te beheersen. Maar meer nog om een duurzaam bosbeleid te gaan ontwikkelen. Dat is wat we moeten doen. Die carbon negative status van ons moeten we behouden met een duurzaam bosbeleid. Voor wat betreft voedselzekerheid, ja, dit is ook onderwerp geweest. U heeft in de lange lijst die ik genoemd heb van bedrijven, ook gezien hoeveel bedrijven er zijn in food processing, in landbouw, in ook de moderne technologie. Dus dit gaat een van de zaken zijn waar we duidelijk aangeven, namelijk dat we in Suriname in feite al voldoende vruchtbaar land hebben. Alleen dan moeten we die moderne technologie hebben. Het staatshoofd zegt dat er verschillende manieren zijn waarop de kredietkapitalisering geïnd kan worden. Minister Silvano Tjonaheng van Ruimtelijke Ordening en Milieu zegt dat de verhandelingen van carbonkredieten geen monetair instrument is. Laten we dat heel duidelijk stellen, want ook tijdens de laatste conferentie in Sharm el-Sheikh is gebleken dat veel regeringen daar fouten mee maken en dat men denkt dat het gaat om instrumenten om de economie te stabiliseren, dan wel de inkomsten te verhogen. Het is een milieu-instrument. Wat betekent dat als het iets oplevert, dat wat het oplevert gestopt moet worden om de carbonuitstoot of in elk geval climate change te mitigeren of wat te beheersen. Wanneer we kijken naar het hele, in het afgelopen jaar, eigenlijk 2 jaren, zijn we continu bezig geweest met de fundamenten leggen om carbonverhandeling. Om die stevig te kunnen cementeren, om die goed te kunnen implementeren, omdat het ook niet zomaar gaat. De bewindsman haalt aan dat Guyana zeker 20 jaar bezig is met beleid ten aanzien van dit vraagstuk. Hij merkt op dat Suriname wat betreft de voorbereidingen toch een stapje voor is. Hij stelt dat het daarom goed is dat de samenleving beter geïnformeerd wordt over carbonkredieten. Suriname absorbeert meer broeikasgassen dan het uitstoot. Dit maakt Suriname tot een van de carbon-negatieve landen op de wereld. Hiernaast is Suriname het groenste land in de wereld.